Jeroen, Bart en Dennis gaan de hoofdrol spelen in een echte vechtscène onder leiding van stuntcoördinator Tony Snagoff, een van de meest gevraagde stuntmannen uit Hollywood. En zo'n vechtscène heeft natuurlijk een boef nodig. Die wordt uitgezocht op uiterlijk. You, bad guy, you're gonna be over there. Tony legt stap voor stap uit welke technieken en trucjes er gebruikt worden om het er realistisch uit te laten zien. Like one came by, dodge, and then run, and then just... Ja, dat ziet er geweldig realistisch uit, Bart. You're looking for these guys. Okay, so you're just basically looking around. Run a little faster, because they're about to shoot at you. So get over here quick. Okay. Yeah, it's like boom, boom, boom. Just. Dennis wordt nog even apart genomen. Hij mag zometeen Jeroen een pak rammel geven. Damn. Okay. And turn your body. Okay. Bam. Right. Left. Right. Okay. Right. So. Alright, so let's work on that. Dat is best ingewikkeld, joh. Ja, dat is het best ingewikkeld. Ik klap de smoel punch. Okay, maybe an uppercut. Okay. Is dat een rattlesnake? De scène staat erop. Natuurlijk moet er nog even een nummertje gespeeld worden als afsluiter. I'm going to pay you a lot of money so I can get a piece of your ass. I like the sound of that, son.